Als je het koud hebt, sla je met je armen om het warm te krijgen. Maar als je overhit raakt, houd je je rustig. Dat is heel normaal. Frans Moltini! En dat moet je begeleiden. Om een masterproof tot stand te brengen. Kom je er ook zo uit te zien? Oh, Leon. Ik ga ook maar even lekker zitten, want we zijn nog niet helemaal klaar. We nemen het vanaf nu nemen wij het over. Als CMV leer je namelijk heel goed hoe je moet improviseren, dus dat komt allemaal wel goed. Toen Niels en ik afgingen studeren met ons afstudeerproject, hadden wij wat ingestudeerd en hadden we gehoopt dat er wat mensen aanwezig zouden zijn. Er kwam slechts één vriend van mij opdagen en onze leraren waren al mijn vrienden, die ene vriend. Toen hebben we al geoefend een beetje met Glenn en Johan, maar die deden toen niet zo mee met ons showtje, dus dat kunnen ze bij deze even goed maken. Glenn en Johan, gaan maar even voor de tafel staan. Kom maar, we wachten wel even rustig. We hebben toch nog alle tijd. Geef ze een applausje. Kijk eens aan, hier is Manira. Je zag haar niet, want ze is heel erg klein. Maar geef een groot applausje. Manira! Oké. Okay. Ja? Wacht even, dus kijk naar mij. Kunnen jullie allemaal dit doen? Hoofd, schouders, knieën, teen. Doe eens. Jij ook, Manira. Jullie zitten hier allemaal heel erg lang, dus gaat er allemaal maar eventjes staan. Het is even goed voor de bus gelopen. Kom maar, allemaal even staan. Komt er maar. We hebben alle tijd. We deden het al eventjes voor. Let goed op Johan en Glenn. Let goed op hun. En hun hebben het al een keertje meegaan. Juist, ben je er klaar voor? Oké, start de band maar. Oké, mensen.